Deze expositie die is toch wel echt gemaakt omdat we in contact kwamen met Concordia. We waren daar al in gesprek mee, omdat wij Concordia wel als een goede partner zagen zitten om in Hengelo een kunstzaal te begeleiden, te organiseren, onder hun hoede te nemen, zoals ze ook in Enschede dat goed doen. Vergelijk het even metropool met Hengelo-Enschede. Het kan ook omgekeerd. Als in Hengelo een goede organisatie zit ten aanzien van kunst en de promotie van kunst en tentoonstellingen en dergelijke, van ja, waarom zouden die dat hier niet doen? En dat was voor ons eigenlijk wel een beetje de aanleiding van, nou, we spreken toch met elkaar. We hebben allebei een uitleencollectie. Nou, laten we dat als een start nemen om te gaan kijken van wat er tussen de beide steden mogelijk is. En dat is, ja, de directe aanleiding om dit te gaan doen. Dit zijn werken die Hartpool in zijn beheer heeft en werken die Concordia in zijn beheer heeft in de uitleen, de kunstverhuur van ons. En daar is een selectie uitgemaakt en samengevoegd voor deze tentoonstelling. Wel, dit soort kleinschalige initiatieven zijn sowieso hartstikke belangrijk voor een levendig klimaat in een stad. En ik hoop dat we ook over stads- en dorpsgrenzen heen in heel Twente dit soort dingen kunnen meemaken. Dat hoeft echt niet alleen maar dat Concordia dat doet, maar ik vind het samenwerken belangrijk. En dan maken we op die manier met z'n allen een levendig, bloeiend regionaal klimaat. Enschede en Hengelo liggen natuurlijk dicht bij elkaar. Ik heb ook de laatste jaren veel contact gehad met mijn Enschedese collega om te kijken of we samen dingen kunnen oppakken. Nou ja, dit is met Hartpool en Concordia is natuurlijk een unieke tentoonstelling. Zeker op deze plek, de begaande grond van het voormalige V&D-pand aan de markt. Ja, we zijn ook als gemeente bezig om te kijken of we hier misschien een permanente kunstzaal kunnen vestigen. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk een uitspraak over doen. En dan is de vraag van hoe zetten ze dit op, hoe groot wordt die kunstzaal, wie gaat die beheren. En dan staan wij, kijk, wij zijn eigenlijk mensen die aan de zijlijn staan. Wij vinden kunst mooi, wij doen daar dingen voor, wij organiseren dingen daarvoor. Maar voor de rest willen wij eigenlijk erbuiten blijven. Wij zijn liefhebbers van kunst en dit organiseren we, ja, omdat we toevallig wat mensen in ons midden hebben die dat ook leuk vinden. Ik vind samenwerken altijd belangrijk, omdat je samen meer voor elkaar krijgt dan in je eentje. He, door te verbinden, door je samen voor dingen in te zetten, door elkaar te inspireren. Je kunt altijd met elkaar en vanuit openheid van elkaar leren. Dat geeft altijd meerwaarde. Zolang je dat samen in wederzijds respect doet, en daar moet elke partner ook wat aan hebben. En als dat op die manier kan, dan is het altijd beter dan alleen opereren.